Verwacht geen chic kantoorgebouw. De Nederlandse Wikipedia wordt vooral gemaakt in achterkamertjes. Daar waar de afwas even minder belangrijk is dan de computer. Je hebt best wel veel invloed in, in, in de wereld. Of, door, door wat je schrijft en door wat je toevoegt aan, aan media. Ook al staat jouw eigen naam er niet bij, want het is allemaal vrije inhoud. Ik weet toch dat ik in, impact heb op, op wat andere mensen denken en hoe andere mensen doen. En Leon doet het inderdaad niet voor niets. Maandelijks wordt de Nederlandse Wikipedia 149 miljoen keer bezocht. Maar is het daarmee ook gezaghebbend? Meer gezaghebbend dan veel mensen leuk vinden. Uh, het is toch voor veel mensen de eerste informatiebron. En er is in Engeland een keer een onderzoek geweest. En de gemiddelde Engelsman vindt uh, Wikipedia betrouwbaarder dan de BBC. Dus, uh, <laughs> ja, bezig kunt u het eigenlijk niet krijgen. Bijna 1,9 miljoen Nederlandse artikelen staan er inmiddels al op het net. Daarmee staan we op een vijfde plaats. Na het Duits, Filipijns, Zweeds en Engels. Dat is met ruim 5 miljoen artikelen ruim schotskoploper. Ja, want hoe moeilijk is het om objectief Wikipediaan te zijn? Dat is best wel moeilijk, want iedereen heeft natuurlijk een mening. Ik heb zelf ook een mening. En uh, ik hoop die zo min mogelijk te laten zien door wat ik schrijf. Uh, ik denk dat de waarheid zichzelf kan redden. Dus, maar dan moet je wel uh, de waarheid uh, laten spreken. He, dus vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk, ongeacht het onderwerp. Veel onderwerpen zijn inmiddels beschreven, maar veel ook niet. Vooral vrouwen-dingen blijven onderbelicht. Niet vreemd, 88% van de Wikipedianen is man.